Duurzaam grasland is de basis onder het melkveebedrijf. Een goede productie vereist verstandig beheer en een optimale mix van gassen. Graslandverjonging is een systeem waarbij structureel aan verjonging wordt gewerkt door jaarlijks door te zaaien. Dan hoeft het grasland niet meer elke 10 jaar gescheurd te worden. Door het scheuren en herinzaaien van grasland verliest men 1 of 2 snedes en ontsnapt er veel lachgas. Een broeikasgas dat 296 keer sterker is dan CO2. Andere positieve effecten zijn een dichtere grasmat, continu een hogere opbrengst met een constante kwaliteit en lagere onkruiddruk. Dit alles resulteert in een aantrekkelijk kostenplaatje. Mijn naam is Koen Hagoort. Wij hebben hier een bedrijf in het Groene Hart met 130 melkkoeien en 48 hectare grasland, waarvan ruim 44 hectare beteelbare oppervlakte. En 100% grasland, dus wij telen alleen maar gras. Wat het voordeel is van doorzaai ten opzichte van herinzaai, is dat je de grasmat intact houdt. En zo ook het proces van bodemdaling niet versnelt. En bodemdaling is op deze grond, op deze veenweidegrond in het Groene Hart, is gewoon een probleem. En dat moeten we gewoon zien te voorkomen met z'n allen. En met doorzaaien heb je dat probleem niet. Welke effecten we zien op de opbrengst en kwaliteit? Nou, wat we beogen is in ieder geval een betere kwaliteit en meer opbrengst. En wij zijn ongeveer nu 2 jaar bezig vanuit het project Graslandverjonging om met doorzaaiproeven. Vooralsnog vind ik dat het een positief iets is dat we toch kunnen zien dat de kwaliteit in ieder geval, dat er nieuw gras kiemt tussen de bestaande grassen. En dat is in ieder geval kwaliteit en opbrengstverhogend. Of het veel kosten en arbeid met zich meebrengt, het doorzaaien? Nee, ten opzichte van herinzaaien valt dat ontzettend mee. We hebben met een aantal collega's hier in de buurt een doorzaaimachine gekocht. Een wietegg met doorzaaimachine. En je kan per uur wel een aantal hectares doen. Dus nee, dat valt ontzettend mee. In dit gebied zou ik het zeker aanbevelen aan andere collega's om te gaan doorzaaien. Dit gebied leent zich bij uitstek om door te zaaien. Met name omdat de grond minder geschikt is voor zwart maken en opnieuw herinzaaien. En je kan met betrekkelijk weinig kosten kan je toch je grasland op peil houden.